ik ga jullie vandaag weer een lekker en simpel paasrecept laten zien. Namelijk een appelcrumble met ananas. Super lekker en heel erg simpel om te maken. Ben je benieuwd? Blijf toch vooral kijken. Je kunt natuurlijk naar smaak nog wat extra kaneel bijvoorbeeld toevoegen of vanillesuiker gebruiken in plaats van normale suiker. Net wat jij lekker vindt. Heel veel succes en alvast vrolijk Pasen. Doeg!